Noor. Familieleden daarvan, dames en heren, ik vind het een eer dat ik vandaag met Mies, met vrouw van je aanwezig mocht zijn. Ik heb Noor een tijdje geleden ontmoet en ik wist dat haar grote droom was om een boek te schrijven. En u weet, zij is een doorzetter. Er kan van alles gebeuren, maar uiteindelijk komt er. Hoe wij haar hebben mogen ontmoeten, is eigenlijk via een artikel in een bekende ochtendblad, de Telegraaf. Maar daar zat ook een foto van haar vader in. En als ik het nu vandaag in dit hele gezelschap zit, dan vraagt hij zich af, is die lale oude kerel van 91 jaar. Ik ben Jacques Brouw en ik probeer sinds een jaar of 8 om voor de nabestaanden alsnog voor een oorlog overleden vader, grootvader, oom, neef, alsnog postuum en onderscheiding te krijgen. En zo ben ik ook aan deze schone dame gekomen voor haar vader. En weet u wat er nou bij mij blijft hangen? Het verhaal dat haar vader in een trein zit en die trein op Surabaya komt, op het station. Ik hoop dat ik het goed zeg. En er zat een familielid en die schreef hem toe, je hebt een dochter. Waarop hij terug zegt, een dochter, waarvoor is ze die nodig? Maar ja, die trein gaat door. En gek, dat verhaal is bij mij blijven hangen. Want je probeert je dat voorstellen zo dicht bij. En toch zover. Dit bij mij ook in de medische hulp als ik in Afrika zat. Dan zat ik in een KLM vliegtuig en dan had je allerlei drinkjes en kopjes en plastic en dan moest je weggooien. En een paar dagen later zat ik in de Agadez in de woestijn en dan kwamen die vluchtelingen uit het droge gebied en die moest ik water van water voorzien. En je hebt alleen grote jerrycans en je hebt geen kleine glaasjes. En dan keek ik naar boven en dan kom ik dus bij het verhaal wat ik daarnet zei. Die afstand is zo kort, maar je kan hem niet overbruggen. In dat vliegtuig zitten er honderden plastic kopjes en lepeltjes enzovoorts. En er staan honderden mensen voor je, die moet je water geven. En wat heb je? Een grote jerrycan. En verder niks. Je hebt geen lepeltje bij wijze van spreken, geen klein dingetje om erin te geven. En dan had je er één, je kunt geen 1000 mensen met een klein glaasje water geven. Noor, ik heb het een eer gevonden dat ik voor jouw vader dat heb mogen doen. Ik ben blij dat ik dat werk nog steeds heb mogen kunnen doen. Ik heb helaas kort geleden een ongeluk gehad. Maar je ziet, het is taai, we lopen weer en ik heb een goede verzorging van de moederoogste. Dus ik sta onder een voortdurende controle. Ik kan u zeggen, ik heb 240 familieleden meer gezorgd dat ze alsnog postuum. Voor hun vader, voor hun oom, voor hun zoon, een ontscheiding. En ik ben nu bezig, dames en heren. Eén groep was eigenlijk altijd buiten deze toewijzing.